Ajax-spits Brian Brobby. Laatste twee wedstrijden speelt hij. 120 minuten in de beker, 90 minuten in de competitiewedstrijd afgelopen weekend. Hoe vinden we dat hij het in die twee kansen voor hem heb gedaan? Kees. Kees? Ja, ik zat in Turkije zaterdag, dus ik heb Ajax AZ, ik heb Vlaarder gezien. Nou, ik wel. Dus laat die Kees het maar. Maar ik vond hem in de bekerfinale vond ik dat hij het aardig deed. Daar zag je echt wel dat hij dat hij gewoon kwaliteiten die hij heeft, dat hij die af en toe liet zien. Hè. We kennen dat het afgelopen weekend dan over de kansen die hij miste, hè, dan vooral. Dus dat hij daarin wat rust mist. Dus dat het nog wat wild is af en toe. Maar je ziet wel dat hij uiteraard een dreiging heeft. Maar ja, het gaat bij hem eigenlijk al het hele jaar over zijn fitheid. En ja, dat hij niet speelt en niet genoeg kansen krijgt. Maar goed, nu speelt hij 90 minuten, bekerfinale 120. Maar goed, er zijn twee wedstrijden. Maar die fitheid, hij kan het gewoon volmaken. En tot het laatst aan toe. Geen kramp of gekke dingen. Dus dat vind ik dan een beetje naar de achtergrond gaan nu, voor mij dan. Alleen ik vind hem wel. Hij speelt in een Ajax dit seizoen dat niet draait. En dus hij moet keihard vechten voorin. Om op diepte. Het wordt hem niet op een presenteerblaadje gegeven. Hij moet keihard knokken en dat doet hij goed. Hij heeft voorheen in de wedstrijd dat hij inviel, vind ik hem het ook vaak heel goed hebben gedaan. Maar hij heeft nog niet overtuigd als echte nummer 9 van Ajax. Zo is het ook weer niet. Dus het zal wel zo zijn dat Ajax, die gaat echt wel een goede spits halen nog, denk ik. Ja, maar ik vind dat Ajax een nieuwe spits moet halen of dat ze hem volgend jaar op nummer 9 de kans moeten geven? Nou ja, je hebt sowieso wel een dubbele bezetting nodig. Maar we moeten ook wel een beetje geduld opbrengen. Hè? Want het ging dan over zijn fitheid wat Kees aangeeft. Maar wat dacht je van zelfvertrouwen? En wat dacht je van aanvoer en creativiteit? En hoe wordt hij bediend? En dan rekenen we hem af op de keuze die hij maakt door tegen de keeper aan te schieten. In plaats van in het dak van het doel of wat dan ook. Maar dat zal allemaal verbeteren, want ik heb een Brobby gezien, een piepjonge Brobby in de KKD. Ja, daar was hij by far de allerbeste. En lichamelijk, maar ook al die dingen die je graag terugziet bij een spits. Het vasthouden van de bal, het versnellen. Dus ik denk dat het vooral ook wel heel veel met vertrouwen te maken heeft. Want Mark Overmars was gek van hem. En die had wel aardig kijk op. 29 dus, wedstrijden, 11 goals. Natuurlijk met name als invaller. 2 assists. Is dat wel te weinig voor een Ajax-spits? Ja, ik denk in zijn situatie niet. Ik bedoel, als hij 32 wedstrijden of 30 wedstrijden in de basis was gestart, dan wel. Maar dat is bij hem niet het geval. En dat is natuurlijk een heel jaar een beetje erin, eruit. Een beetje invallen, af en toe in de basis, na 60 minuten er weer uit. Maar goed, nu is Luca zeg maar de backup. Als echte spits, natuurlijk Tadi staat ook wel in de spits. Maar als ze echt een nummer 9 gaan halen en ze gaan daar veel geld voor betalen, dan komt hij volgend jaar toch ook weer minder aan spelen toe? Ja, maar ja, goed. Ajax kan het zich niet permitteren, denk ik, om te zeggen, nou, Brobby is onze spits volgend jaar, volgend seizoen. Dat zou ik echt heel, ja, dat zou ik eigenlijk dom vinden. Omdat je dan, ik weet het nog niet met Brobby. Of hij echt goed genoeg is om bij Ajax 1 in de spits te spelen. Want dan moet je gewoon top zijn. Nou ja, ik weet dat niet. Ik kan dat nu nog niet zeggen aan de hand van wat ik heb gezien. Invalbeurten, af en toe maakt hij het verschil voor Ajax. Ja, en nu, tot nu toe, als hij 90 minuten krijgt, ja, dan moet hij gewoon eigenlijk knijterhard werken, want hij wordt niet echt bediend. En als hij dan werd bediend, ja, we kunnen hem niet afrekenen op die grote kansen die hij heeft gehad. Hè. Maar dat had hem wel geholpen in ieder geval. Ik denk dat die sleutel vooral bij Tadić ligt. Hè, wat daarmee gaat gebeuren. Ik denk dat ze hebben 20 miljoen voor Brobby betaald. Hè. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk. Ja, nee, ja, zeker. Dus, man, natuurlijk gaat dat de eerste spits van Ajax worden op termijn. En is dat het plan met van Ajax? Ja, maar ze hebben voor Bessie ook 23 miljoen betaald. En dan gaat ook op termijn niet de centrale verdediger van Ajax worden. Nee, maar ja, goeie. Daar zit nog wel even een verschil in, denk ik, in wat Brobby en dat zal even laten zien in Bessie, toch? Dus dat, maar bij Feyenoord heb je ook Danilo en ook Jiménez. En er werd ook pas een beetje beslist rondom de winterstop. Je doet aan al die competities mee. Ik denk dat Ajax ook gewoon keihard nog een spits nodig heeft. Als Tadić blijft, dan denk ik dat dan hebben ze twee spitsen in principe. Ajax maar dan hebben ze een heel jaar Luca gehad. Als pinch hitter, om het zo maar te zeggen. Ja, maar goed, die heeft vooral in de 10 keer 5 minuten meegedaan. Ja. Maar die speelt vooral op maandagavond. Ja.